Info over materiaal en gereedschap dat ik gebruik staat hieronder in de omschrijving. Ik heb deze ton gekocht. Kijk, die kan helemaal dicht. Die schroef hier gewoon dicht. En daar wil ik een inlaat hierin. Die rondcirkelt en een buis. Dus de normale traditionele manier van een stofafzuiging. Kijk of dat goed werkt. Ik had een tip gekregen van Abonnee. Dat als je die dingen warm maakt, dat je hem dan los kan krijgen. Nou, ben benieuwd. Ga het proberen. In mijn gezicht. Nou is het toch wel behoorlijk zacht hoor. Oh, kijk. Ha. Daar is hij. Verdomd hij. Maar hij was nog nat. En dat is het probleem natuurlijk. Mooi. Een klein stukje. Oeh, die splijten. Ja, hij doet het wel. Hij heeft ook rotzooi, hè. Nou, lijm ertussen, doet hij weer. Komt hij er zo in, alleen hij is hol. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dan hoop ik wel dat ik die er goed op krijg. Moeten we even kijken. Ja, een beetje krap, maar dat vind ik niet zo erg. Even afvuilen. Nou, als ik dat erin krijg, dan buis je ook. Dat heb ik niet bij de hand gedaan, want ik moet eerst een stuk van dat ding snijden. Nou, moet hij er wel. Leuk. Juste. Nou, ik heb er een stuk afgehaald. En nu moet hij weer wat makkelijker doorheen gaan. Nou, hij zit er in ieder geval goed strak in, dus dat is mooi. Nou, ik had deze een stukje in liggen te pompen. Dat ging niet heel makkelijk, maar ik heb die SOS repair tape. Daar krijg ik er wel mee vast. Dat is best wel een handig spul. Eigenlijk, ik weet geen idee hoe ik aan kom. Ik was bij Lidl of zo. Dat had ik het tegenkwam. Laat ik zeggen, als ik het nu toch open krijg. Dat spul waar ik helemaal vast zit, krijgt het niet meer los. Dus ik hoop wel dat hij goed zit. Anders heb ik een probleem. Maar daar ga ik niet vanuit. Daar ga ik wel vanuit. Nou, met deze pijp erdoor.
Nou, eigenlijk is dit is een mooie kant natuurlijk. Hoewel, dat kan ik natuurlijk zelf ook zo maar maken. Even kijken. Zo, mooie kant aangemaakt. Dan komt dat in. Hoop ik. Zo, gaat redelijk makkelijk tot nu toe. Kijk. Ik laat er toch een behoorlijk stukje invallen. Maar ook niet te veel. Eerst eens water in doen. Ik heb mijn klein laagje erin gedaan. Dat is volgens mij genoeg. Het gaat er alleen maar om dat hij stof opvangt natuurlijk. Dan gaat hij daar niet op passen natuurlijk. Ik zat even hiermee. Hij past hier niet op. Omdat er een randje zit hier. Nou. Zo dan. Dat zou moeten zijn. Er komt geen water uit, er komt geen stof uit. Nou, ik ben benieuwd. Nog niet tenminste. Ik ben benieuwd wat hij doet met de vaatmachine. Ik stond dus eerst steeds. Vond ik echt in een stroom van stof hier zo. Mijn hele broek zat al onder. En nu niet, er ligt wel wat op de tafel daar. Maar dat is minimaal. Dit is ideaal. En hier zie ik ook geen stof uitkomen. Voor zover ik kan zien. Dan nog eens zaken. Zo, dit is goud, zeg hij. Er komt echt niks uit volgens mij. Ik heb tenminste niks gezien. Ik zie niks dwarrelen hier zo. Normaal zie je hier in de... Ja, je ziet wel wat dwarrelen aan, maar dat komt omdat ik net geschuurd heb. Maar het is minimaal. Zo, dat is niet verkeerd. Even kijken hoe het gaat werken, maar ik ben volgens nog niet heel erg negatief. Dit is in ieder geval 10 keer beter dan dit. Ik zal alleen nog even uitleggen wat er gebeurt. Je weet dat hierin zit een bocht. Dus de luchtstroom die komt hieruit. Die komt in de bocht terecht. En die luchtstroom die wordt hier naar beneden gecirculeerd. In het water. En dan komt het weer naar boven. Dat is tenminste de gedachte erachter. En volgens mij werkt dat ook zo. Dus dat is helemaal goed. Nou deed ik van de week een test. Nou ja... Als je de test mag noemen, maar ik keek even naar de waterstand in dat ding, terwijl die aan stond. En dat vond mijn oog niet leuk. Er kwam toch stof in. Goede test, niet goed voor je oog. Maar nou wil ik eigenlijk wat anders proberen. Dan heb ik hier natuurlijk de uitgang van de motor op, van de stofverzuiging. En dit is de uitgang. Dan wil ik hem eens omdraaien. Dit als ingang voor de stofverzuiging en dit de uitgang. Want hier zit zijn bocht aan, dus die zou hem dan rond moeten circuleren naar beneden. Maar als ik hem andersom doe en ik laat hier de lucht uitkomen of inkomen, liever gezegd, dan blaast hij het gelijk op het water, ook het stof dus. Dan kan het, zou je zeggen, bijna niet meer weg. Dus dat wil ik even proberen. Dan heb ik alleen een beetje spijt dat ik hem hier zo goed vast heb gezet met dat spul.
dit dus weer los zien te krijgen. Maar dat is echt een opgave hoor. Als dat spul eenmaal zit, dan krijg je het niet meer los. Het is vulkaniserend, dus het is best lastig. Ik snij hem maar even los. Ja, daar is die. Eerst maar eens testen hoe het gaat als ik het andersom doe. Met deze een stuk lager, maar ook niet te laag, want dan hangt hij in het water. Ja, dat is nu, ja. Nou, dat hangt hij nu net niet. Dus dat is goed. Dan moet hij hier aankomen. Misschien hoeft hij niet meer los, dat weet ik niet, maar zo krijg ik hem in ieder geval nog los als nodig is. Het zit eigenlijk niet helemaal goed, want er zit nu een hele rare bocht op natuurlijk. Maar even kijken wat zijn effect het heeft. Ik zet hem wel even vast, voor de zekerheid. Ik had hier niet met trillingen, maar ik vind het niet leuk als hij eraf valt. Stof uit, ik weet niet of dat te zien was. Dat is natuurlijk logisch, want er zit stof in, dat, in die pijp nog. Dus dat is er nu uit. Kijken hoe die zit nu uit. Even testen weer een paar dagen, kijken hoe het werkt. Maar ik ben weer met die ton bezig, want dat werkte toch niet goed. Ik heb nu de onderkant dichtgemaakt van deze lange pijp. En hier een sleuf in gemaakt. Nou, moet even kijken. De luchtstroom gaat zo, dus dan zou die ja, zo goed zitten. Ik zet even dit is MDF, dat zet ik eventjes in de houtlijn. Dan wordt het lekker hard. Zo. Nou, ik weet niet of dit nou beter is hoor. Ik moet het eerst even testen weer. Nou, ik moet het even helemaal goed uittesten. Want de kant van waar dat gat heen wijst is natuurlijk ook nog belangrijk. Dat moet ik even uitproberen.